Dames en heren, welkom bij het webinar Interactive Schedules. Dit is een webinar in onze reeks van tech webinars. En dit is de tweede inmiddels. En in het loop van het jaar zullen we ongeveer één keer in de 2 weken een webinar gaan geven over diverse onderwerpen. Ik zal me even voorstellen. Laat ik eerst even beginnen met het GoToWebinar minuutje. Dan ga ik ons dadelijk nog voorstellen. Als het goed is zien jullie dit schermpje in beeld. Mocht het zo zijn dat je vragen hebt, dan kun je die hierin stellen. Alle gebruikers, alle luisteraars zijn in een luistermodus ingesteld. Dus we horen niet de achtergronden van jullie zelf. Dus roep niet je vragen, schrijf ze eventjes gewoon op. Verder kun je dit schermpje minimaliseren met de oranje pijl in de bovenhoek. En wil je graag het scherm van mij zien op volledig scherm, dan kun je het vierkantje met de blauwe knop gebruiken. Ik ben Denise Bos, ik ben productmanager hier bij Cubus en ben productmanager van Archicad. Je zult mij ook wel eens vinden bij de helpdesk. En ik word vandaag bijgestaan door mijn collega Jochem. Jochem is een redelijk nieuwe collega bij ons. En ook hem zul je wel eens aan de helpdesk aan de telefoon hebben gehad of via de chat. Mocht er vragen zijn, dan zal Jochem ze gaan beantwoorden tijdens het webinar. En we zullen na de hand ook nog wat ruimte hebben voor vragen. Dit webinar wordt ook opgenomen. Mocht je dat later nog een keertje willen bekijken, dan is het te downloaden via onze website. We gaan het dus hebben over interactive schedules. Een aantal onderdelen wat ik vandaag ga behandelen is: hoe maak je een interactive schedule? Hoe kun je het instellen? Wat zijn de mogelijkheden voor het opmaken van schedules? Het opslaan of het afdrukken daarvan? En verder zullen we een aantal praktijkgerichte onderdelen bekijken, zoals de massastudies, de ramen- en deurstaat en de VMSW-meetstaten. Wat zijn nu interactive schedules? Interactive Schedules is een weergavemogelijkheid van het model en dat wordt weergegeven in de vorm van een lijst. Ik zeg weergave omdat het interactief is, dus alles wat ik wijzig in het model zal ook gaan wijzigen in deze lijsten. Je kunt deze lijsten dus ook nog weer de andere richting op gebruiken. Alles wat je in een lijst wijzigt, wordt ook gewijzigd in het model. Dus de staat is altijd de laatste versie die je ziet van het model. Voor de wat oudere gebruikers van Archicad, er bestonden ook nog lists. Ze zijn nu nog steeds wel ergens op de achtergrond aanwezig, maar gebruik deze niet. Dit is een oudere techniek, zeker omdat het een soort van momentopname is. Is het een beperking en interactive schedules die hebben daarbij veel meer mogelijkheden. De mogelijkheden van de interactive schedules. Je kunt ze gebruiken om dus het model te controleren. Je kunt een lijst oproepen van verschillende elementen en de laag die daarbij gebruikt is. En aan de hand van die informatie kun je dit corrigeren. Je kunt het dus gebruiken om dat te wijzigen. Er zijn een aantal parameters die je wel kunt wijzigen, een aantal die vaststaan. Je kunt het gebruiken om elementen te selecteren vanuit een lijst en dit zichtbaar maken in een plattegrondweergave of in een 3D-weergave. Je kunt het ook gebruiken om IFC-eigenschappen op een lijst te zetten en die te controleren. En zeker bij de uitwisseling is dat een belangrijk onderdeel. Verder kun je het gebruiken om dus de hoeveelheden uit te trekken, te gebruiken voor de meetstaten en te exporteren naar Excel.
Hoe kun je nu een schedule openen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Archicad biedt altijd verschillende mogelijkheden om ergens te komen. En zo ook bij de schedules. Je kunt het via de project map bereiken. Via de view map, als deze als een view is opgeslagen. Via het menustructuur bovenin. En vanuit de scheme settings. Als je daarin selecteert, dan wordt hij ook geopend in het venster. Nou, de scheme settings, dat zijn de instellingen van een schedule. En die kun je bereiken via de knop scheme settings. Via het menu ook weer. Of via het contextmenu in de navigator. Dat zal ik dadelijk ook laten zien in Archicad. Ik ga eerst eventjes in op de instellingen hiervan. Dus je ziet op het moment dat je de scheme settings opent, zie je dit scherm. En het scherm laat in de schemes een lijst van alle beschikbare schedules zien. Gekoppeld aan elke schedule zit een veld criteria en een veld fields. De criteria verwijzen naar een bepaald element in je model, bijvoorbeeld de wanden of de vloeren. En de fields die geven een aantal eigenschappen van die onderdelen. Op het moment dat je een nieuwe scheme wil gaan maken, een nieuwe schedule, kun je klikken op nieuw. Dan kun je kiezen voor een drietal soorten schedules. Allereerst de construction elements. Dat zijn schedules die een basiselement voorstellen, dus een aantal objecten die je weer gaat geven, een aantal wanden die je weer gaat geven. En daar haal je dan informatie uit, bijvoorbeeld het aantallen gebruikte composiet, de dikte en de hoogte van zo'n element. Verder heb je nog components. En die is speciaal bedoeld om informatie uit de composieten te halen. Dus als je bepaalde wanden hebt waar je de hoeveelheid baksteen uit wil halen, dan gebruik je een components schedule. Verder heb je nog een service schedule. En de service schedule die kun je gebruiken om de services, de gekoppelde materialen, eruit te halen. Weet je nu niet precies hoe je het moet instellen, zo'n schedule? Gebruik dan de knop Duplicate. Dus je kunt er een schedule uit de lijst kiezen. Gebruik dan de knop Duplicate en dan heb je eigenlijk al een basis om vanuit te werken. Je hoeft dan enkel maar een aantal onderdelen aan te klikken en die aan te passen naar een ander element en dan heb je al een basis voor je informatie. Verder kun je ook schedules importeren en we leveren bij de Keymember editie een hele hoop aantal schedules mee. Deze zal ik eventjes laten zien. Ik ga naar de programmamap, Graphisoft, Archicad 19. En in dit geval neem ik eventjes die van België, daar zit er nog iets meer in. En je ziet dat ik hier een hele lange lijst van allerlei vooringestelde schedules heb. Maar deze kun je via de importknop, kun je deze allemaal toevoegen. Hoe je deze schedules moet gebruiken, wordt ook duidelijk in het Archicad bestand wat hier is meegeleverd. Daarin zijn ze ook allemaal ingeladen en er is ook een handleiding met de meetstaatmodule. Ik ga eventjes naar Archicad. Dus hier zien we de navigator en in de project map helemaal onderaan zie ik een hele lijst met ingeladen schedules. Dus deze zijn al meteen beschikbaar bij de templates die gebruikt gaan worden. Om nu te komen bij de instellingen van de schedules, klik ik dus op rechtermuisknop Scheme Settings. En hierin heb ik dus de instelling om te zoeken naar bepaalde elementen onder criteria. En van deze elementen, in dit geval een wand, wordt er informatie weergegeven. Nou, ik neem eventjes deze lijst erbij. Ik ga naar de View Settings. Daar heb ik de lijst al voorbereid. Nou, en hierin zie je dus een wand met daarin
een aantal gegevens zoals de dikte, de hoogte, oppervlakte en de oppervlakte van de openingen. Als ik dan ga kijken in de instellingen hiervan, dan zie ik dat dat gekoppeld is aan bepaalde parameters. Bijvoorbeeld bij de oppervlakte gaat het dus om de netto oppervlakte van de buitenzijde. In de projectmap zie je ook het verschil tussen die verschillende soorten schedules. Dus je ziet hier een element schedule, iets verder naar onderen, component schedule en de services. Van de componenten heb je bijvoorbeeld een wandlijst per categorie materiaal. En dan haalt hij dus uit elke wand, elke composiet, specifiek de losse onderdelen waarin informatie wordt gegeven. Bij de services zie je hier bijvoorbeeld een afwerkingoverzicht. En hier wordt van elke service die gebruikt wordt in het project ook een kleurafbeelding weergegeven. Nou, verder zie je nog een parameter painted. En painted wil zeggen dat deze surface, deze wand waarschijnlijk, ik zal hem eventjes laten zien in de plattegrond, dat die overschreven is met een bepaalde surface. Dus je ziet hier dat er een bepaalde overheid aanstaat. Ik ga eventjes nog verder in op de instellingen die je kunt maken. Onder criteria, dus de elementen die je beschrijft voor een schedule, laat je zien welke elementen dus getoond gaan worden in de schedule. Het elementtype is daarin altijd een verplicht onderdeel, dus die is altijd aanwezig in de schedule. Nou, verder kun je met de knop Add, hier onderaan in beeld, kun je nog extra criteria toevoegen. Dat kunnen criteria zijn zoals een layer, een ID of een bepaalde composiet die gebruikt is. Dus daarin heb je ook heel veel verschillende mogelijkheden. Verder kun je nog een aantal andere instellingen doen. Bijvoorbeeld haakjes plaatsen. Die vind je hier aan de zijkant terug, aan deze zijde. En hiermee kun je bepaalde criteria die bij elkaar horen groeperen. Dus kun je van een vloer zeggen dat die ook op de laag 23 vloeren moet staan. Of van een dak dat die ook op de laag 27 daken moet staan. Op het moment dat je hier achterin kiest voor and of or, dan krijg je dus de volgende situatie. Als je voor or kiest, een vloer of een element wat staat op de laag 23 vloeren. Verder heb je hieronder naast de knop Add heb je nog een zwart pijlknopje zitten. En met dit knopje kun je nog extra parameters toevoegen. Bijvoorbeeld de objectparameters of de IFC-properties van een element. Bij de fields, dus de eigenschappen van de elementen die je gaat weergeven, zijn er een aantal kleurcoderingen die gebruikt worden. In de lijst zie je bijvoorbeeld de eigenschappen in een zwarte tekst staan, in een blauwe tekst of in een grijze tekst. Nou, de zwarte tekst wil zeggen dat deze parameter niet aanpasbaar is. Dus deze kun je niet wijzigen in de schedule. Op het moment dat die blauw is, dan kun je deze in de schedule gewoon gaan aanpassen. Op het moment dat de parameter grijs is, dan wil dat zeggen dat deze al in het veld van je field staat. Dus dat je deze parameter al gekozen hebt. Ook hier weer heb je het zwarte knopje waarin dat je de extra parameters kunt gaan toevoegen. Verder zie je hier nog een aantal instellingen. En deze hebben betrekking tot de weergave in de lijst. Daar kom ik dadelijk nog eventjes op.
Ik ga eventjes laten zien hier wat er gebeurt op het moment dat je bij het zwarte knopje op de Add Object Parameters klikt. Nou, dan krijg je een extra menu, dus dit menu. En hierin kun je van bepaalde objecten, dus echt onderdelen die uit de bibliotheek komen, de parameters ophalen. Je kunt kiezen voor favoriete objecten. Alle objecten die als favoriet gekoppeld zijn. Of je kunt ook gewoon geheel zoeken in de bibliotheek die gekoppeld is aan het model. Onderin zie je een aantal parameters van zo'n object. En je ziet dat hierin wel een Nederlandse tekst staat. Dus dat is al ietsjes makkelijker zoeken naar de juiste parameter. Je klikt een keertje op de naam en dan worden ze ook gesorteerd op alfabet en makkelijker vindbaar. Verder heb je dan de instellingen van de eigenschappen in de Schedule Scheme. Je kunt ze sorteren, oplopend of aflopend. Dat kan op dikte zijn die dus oplopend of aflopend gesorteerd wordt, maar ook op basis van alfabet. Verder zie je hier totalen, een totaal van alle onderdelen of een subtotaal. En verder heb je nog de mogelijkheid om een vlaggetje te plaatsen. En dat vlaggetje dat geeft een subverdeling aan, of eventueel een subtotaal. Op het moment dat je deze bijvoorbeeld bij de home story plaatst, op de verdiepingen, dan wordt er per verdieping een subverdeling gemaakt. Ik zal dit eventjes laten zien in de schedule. Ik pak weer eventjes de checklist de wanden erbij. En hierin zie je dat er een onderverdeling wordt gemaakt op basis van de hoogte van zo'n element. Dus elke keer worden die elementen gegroepeerd naar de hoogte van dat element. En dat betekent dus ook dat daar een vlaggetje bij staat. Dus hierin zie ik in de fields dat daar dus het vlaggetje bij staat. Deze instellingen hebben dus ook te maken met de weergave van onderdelen die je ziet in de schedule. Dan ga ik verder met de opmaak van de schedules. Aan de linkerkant zie je een aantal mogelijkheden om de schedules te kunnen opmaken. Welke teksten worden er gegeven? Waar staan ze? Staan ze uitgelijnd in het midden of aan de zijkant? Dergelijke mogelijkheden. Er zijn ook nog een aantal onderdelen die je binnen de schedule zelf kunt bepalen, zoals de kolombreedte, kolomhoogte en de teksten. En daarnaast heb je ook nog de project preferences. Dat zijn de eenheden en de nauwkeurigheid van de hoeveelheden die getoond worden. En ook daarvoor zijn er een aantal instellingen. Ik zal ze even voor een allemaal behandelen. De kolombreedte, rijhoogte. Je ziet in een schedule allemaal zwarte streepjes staan. En dit geeft de kolom weer. Op het moment dat je dubbel klikt, dan zorgt hij ervoor dat de kolomcel hierin op de breedte of de hoogte wordt aangepast. Je kunt hierin ook de lijn oppakken en verschuiven. En op die manier wordt de kolom ook breder of hoger. Verder heb je nog numeriek de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe groot of hoe breed dat de cel moet gaan worden. Op dat moment klik je op de puntjesknop hier in het midden en kun je dus gewoon numeriek in millimeters aangeven hoe hoog dat de kolom moet zijn. Ik zal het even laten zien. Deze kan ik dus verschuiven. Ik kan ook dubbel klikken en dan wordt hij naar de inhoud aangepast. En hierin kan ik zelf aangeven hoe hoog of hoe breed dat die cel moet zijn.
Dan zie je nog aan de linkerzijde een hele kolom voor de opmaak. Nou, in deze opmaak heb je verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een schedule staande lijst of als liggende lijst weer te geven. En daarbij kies je dan voor records by row of records by column. Je hebt de mogelijkheid om de koptekst nog aan te passen, de column header of de main header. Daarbij heb je nog mogelijkheden om elementen die gelijk zijn samen te laten voegen. Dus dan zie je maar één cel waarin dat meerdere elementen worden aangesproken. Verder heb je dus nog de show headline, waarin dat je dus de eerste cel kunt laten zien als de eerste kolom, moet ik zeggen, kunt laten zien als headline. Dus ik zal eventjes hier naartoe gaan. Op het moment dat ik hem aan heb gevinkt, dan zie ik dus al deze onderdelen gewoon als één weergave. Nog een aantal andere onderdelen. De indeling van een schedule. Er zijn nog een aantal instellingen hier voor de headline. Wil je er een aparte rij nog toegevoegd hebben? Wil je er nog extra prefix, dus een extra codering aan toegevoegd hebben? Die vind je allemaal onder de knop settings bij de headline. Verder kun je nog de onderdelen van een schedule verder opmaken. Het beste is om daarbij als eerste te beginnen met de entire schedule. Hiermee kun je alle instellingen die gelijk zijn voor de hele schedule tegelijk aanpassen. Denk daarbij aan lettertype, rijhoogte, grootte van de tekst en dergelijke. Maar je kunt ook dieper ingaan op verschillende elementen van een schedule, bijvoorbeeld de header, of een waarde, of een totaal, of een totaal is subtotaal en het hele totaal, of de weergave van bijvoorbeeld de preview. Nog een aantal opmaakonderdelen, tekst, fonttype, de uitlijning van de onderdelen. Ik zal het eventjes laten zien nog. Archicad. Je ziet hier de instellingen dus voor het geheel. Maar als ik een onderdeel aanklik, dan zal dat ook direct gaan veranderen. Dus nu pas ik ook meteen alle headers aan als ik naar een ander lettertype ga. Of als ik bijvoorbeeld deze allemaal cursief wil hebben. Dus dat is ook interactief weer met elkaar. En hoef je niet te gaan zoeken naar welke format dat je moet gaan gebruiken. De afbeeldingen kun je ook nog specifiek aanpassen. Een belangrijk onderdeel hiervoor is bijvoorbeeld de schaal. Op het moment dat je die specifiek op een bepaalde schaal wil hebben, zorg er dan voor dat het op schaal staat en anders kun je hem passend in de cel plaatsen. En dan wordt hij verkleind naar de grootte van de cel. Je kunt ook maatvoering nog plaatsen bij ramen en deuren. Maar je zult zien dat we daar nog een andere oplossing voor hebben dan de oplossing via de instellingen, de opmaakinstellingen. En die zijn veel beter geschikt hiervoor. Nog een voordeel van afbeeldingen. Ik zal nog eventjes bijpakken met afbeeldingen, bijvoorbeeld de checklist objecten. Hierin is een 2D-symbool toegevoegd. En dit 2D-symbool dat kun je nog verder handmatig gaan aanpassen. Dus op het moment dat hier bepaalde maatvoering nog in moet staan in die afbeelding, dan kun je dat hierin toevoegen. En dat komt dan automatisch weer in de schedule te staan. Maatvoering. Ah, goed.
Je ziet wat ik bedoel. De eenheid en de instellingen hiervoor. Je ziet in een schedule ook altijd een bepaalde eenheid weergegeven. De hoogte heeft een eenheid, de dikte heeft een eenheid. En deze instellingen zijn twee manieren te bereiken. Heb je het over een instelling zoals de hoogte of de dikte van een wand, dan heb je het over een soort van ingestelde maat. Deze ingestelde maat kun je aangeven bij Project Preferences en dan Dimensions. Als je het hebt over berekende en getekende afmetingen, zoals bij een zone bijvoorbeeld, dan is dat een berekening en dat luistert zeer nauw naar de Project Preferences, Calculation Units en Rules. Dus dat zijn twee verschillende instellingen die ervoor zorgen welke eenheden dat er gebruikt gaan worden. Dan nog verder een aantal andere tips. De kleurcodering. Op het moment dat je bijvoorbeeld werkschedules wil gaan maken, dan kun je een specifieke pen kiezen of een bepaald lettertype. En daarmee is het dan inzichtelijk dat het een werkschedule is. Als voorbeeld, als alle teksten groen zijn, dan betekent dat dat het een lijst is die voor controle gebruikt wordt. Verder het bewerken als losse tekst, of eigenlijk een soort van een afbeelding. Op het moment dat een schedule bijvoorbeeld 2D-symbolen heeft, en je wil dat als renvooi gebruiken bijvoorbeeld, dan kun je de schedule kopiëren naar een worksheet, dat eventueel nog wat aanpassen. En dit als renvooi gebruiken op je tekening. Betreft het opslaan en het afdrukken. Zoals ik eerder al had laten zien, zijn er heel veel schedules al. Maar op het moment dat je je eigen schedule over wil zetten naar een andere tekening, een ander model, dan kun je gebruik maken van die XML-bestanden. Nou, dan kun je gewoon exporteren. Dus op het moment dat je de scheme hebt, klik je op export en kun je kiezen voor een XML-bestand. Nou, dat kun je weer importeren in een ander project. De schedules worden natuurlijk ook vaak in andere pakketten gebruikt. En dat gebeurt op basis van Excels. Op het moment dat je de schedule selecteert en dan naar File, Save As gaat, dan kun je kiezen voor een Excel-formaat of een PDF-bestand. En dat je de gegevens dus exporteert. Het afdrukken. Je kunt een schedule direct gewoon naar de printer toesturen via File Print. Maar je kunt de schedules ook op een layout plaatsen. Ik zal dadelijk met de ramen en deuren nog een mooie layout laten zien. Een aantal praktijkvoorbeelden. Massastudies. Op het moment dat je bezig gaat met een massastudie, kun je twee methodieken gebruiken. De een is een MORF. MORF is een vrije vormobject waaraan getrokken en geduwd kan worden. Dat kan met een schedule. De informatie kan er dan uitgehaald worden. En in de schedule kan er ook direct een onderscheid worden gemaakt per verdieping. Ik zal eventjes laten zien. Ik heb hier in het model een kijk waar die is. Een kleine vorm gemaakt. En dit kan ik weer laten geven in een schedule. En die maakt meteen onderscheid in de verschillende verdiepingen. Nou, dat kan in een vroeg stadium heel goed gebruikt worden, zeker om het aantal cubes binnen de perken te behouden. Een andere mogelijkheid om massastudie te maken is op basis van zones. Nou, zones hebben wat voordelen, maar ook een aantal nadelen. En zeker in het vroege begin is een morf wat makkelijker
En later zullen toch wat meer de zones gebruikt worden. Maar het voordeel van zones is dat er meerdere categorieën aangekoppeld kunnen worden. Eigenschappen die weergegeven kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de bezettingsgraad. Het is meer geschikt voor op basis van gebouwniveau. Een ander voordeel is dat zones met een rechthoek oprekbaar zijn en met het behoud van het oppervlak. Dus hiermee kan wat geduwd en getrekt worden met het behoud van de oppervlakte, wat dus in het programma van eisen zeer belangrijk is. Je kunt ook meer informatie weergeven op een plattegrond van een zone. Nadeel daartegen is wel weer dat een zone niet zichtbaar is in doorsneden en gevels bijvoorbeeld. Ook moet je de zones per verdieping gaan modelleren. Dus dat geeft wat minder vrijheid tijdens het ontwerpen. Ook de zones kunnen als schedule worden weergegeven. Ik zei net al de categorie. Dat is een hele handige natuurlijk wat betreft zones. Dus hierin vind je bijvoorbeeld per verblijfsruimte of per specifieke ruimte. Een overzicht van alle zones in het project. Dan de ramen en deurstaten. Zeker voor Nederland is dit een belangrijk onderdeel. Deze staten die gaan ook richting fabrikant. Dus belangrijk. Dit zit standaard ook in de template. En je vindt daarin een mapje ramen en deurstaten met daarbij de tip en truc die erbij gekoppeld is. In de tip en truc wordt het allemaal stap voor stap doorgelopen. Maar ik zal ook eventjes een aantal onderdelen daarvan behandelen. Stap 1 is het merken, het coderen van een raam of van een deur. En hiervoor is dus een schedule opgenomen. En in deze schedule worden alle gelijksoortige ramen of deuren weergegeven. Maar het kan soms zijn dat een raam of deur wel gelijk is, maar gespiegeld is. Dan gebruik je stap 2. Dus per ramen en deuren binnen, ramen en deuren buiten is er ook weer een stap 2 gespiegelde merken controleren. Nou, hierin is een parameter opgenomen, die je onder ziet, draairichting. En daardoor kun je dus een kozijn, ook een merk, verder coderen richting linksdraaiend of rechtsdraaiend. Stap 3 is dan de visuele controle. In stap 3 worden alle ramen en deuren weergegeven als single entry. Dus dat betekent dat deze allemaal naast elkaar staan, ongeacht of ze gelijk zijn, ja of nee. En hiermee heb je dus eigenlijk een controlemiddel om te controleren of de codering goed staat. Dan stap 4 is de output op een layout. Dit is voorbereid, zodat daarna bij de layouts daarop de bepaalde views geplaatst zijn. In deze layouts zit ook gekoppeld de model view options, waarin dus de informatie wordt gekozen wat wordt weergegeven. Dus eigenlijk is stap 4 niet een werkview, maar eventjes een controlemiddel of dat het goed is weergegeven. En dat wordt gekoppeld aan het layoutboek. En hierin staan dus alle layouts voorbereid. Nou, verder zie je nog in de template één extra schedule en dat zijn de ramen en deuren uitgebreid. In deze schedule zijn eigenlijk alle parameters die van belang zijn voor ramen en deuren opgesomd. Dat betekent dat als je een heel groot project hebt, dat dit wel een schedule is die eventjes kan duren, dus wees er een beetje voorzichtig mee. Maar hier deze kun je gebruiken om bepaalde parameters terug te vinden. En kunt controleren of dat het allemaal goed is ingesteld. Ik zal dat eventjes laten zien in AGCAD aan mijn deurstaten.
hierin stap 1 is het merken van de kozijnen, van de ramen en deuren. Hierin zijn dus alle ramen en deuren die gelijk zijn aan elkaar, die worden samengevoegd. Merge uniform items. En op dit moment kan ik dus al deze kozijnen op een bepaalde manier gaan coderen. Dat coderen, dat doe je op basis van merk. En dit is een parameter die gekoppeld is aan het ID van zo'n element. Dus hetgeen wat je nu aan het invullen bent, is in de elementinstellingen het ID. Daarna loop je stap 2 door. Op het moment dat deze meerdere keren geplaatst zijn, linksdraaiend, rechtsdraaiend, dan zullen die naast elkaar in de schedule komen te staan. In de visuele controle is dus de merge uniform items is uitgeschakeld en worden dus al deze onderdelen naast elkaar geplaatst. Op die manier kun je ze gaan controleren. Dan heb je nog de output. Output 1 op 50 en 1 op 100. Nou, het is dus niet alleen de schaal die daaraan gekoppeld is, maar ook de model view option combination. En dat is een hele belangrijke dat die meegenomen wordt. In de model view option combination 1 op 50 zie ik bijvoorbeeld submaatvoering. Als ik nu naar 1 op 100 ga, model view option combination 1 op 100, dan zie ik daar geen submaatvoering. Nou, dat is dus een instelling die je kunt doen in de model view options. Daar komen we dadelijk nog uitgebreider op. Deze views worden geplaatst op een blad. Dit is ook al voorbereid in de template. En hierbij heb je twee mogelijkheden. Eén blad A4 en één blad op een A1. En het A1 is een hele complete lijst met alle ramen en deuren in het bestand. De A4, dat is een gewoon A4'tje met één onderdeel. Om dit in te kunnen stellen, wordt er eigenlijk een drawing op een layout geplaatst. En daarna kun je in de instellingen aangeven dat de drawing op meerdere layouts geplaatst moet worden. Nou, je herkent dat het een schedule is met meerdere elementen. En per element wordt dat dus op een aparte layout geplaatst. Wil je nu naar de diepere layouts gaan, dan kun je hieronder de knoppen gebruiken. Met Next kom ik in dit geval bij de opening of bij de schuifdeur. Nou, je ziet, je moet wel even controleren of dat ze allemaal op de juiste breedte staan. Niet ieder element is gelijk aan de eerste die geplaatst wordt. Als jullie vragen hebben, dan stel ze gerust. Jochem, die zit helemaal klaar voor om ze te beantwoorden. Dan de weergave, de Model View Option Combinations. Nou, ook weer in de template hebben we dit al allemaal voorbereid. En is het dus eigenlijk gewoon een kwestie van kiezen. Maar ik zal eventjes wat dieper ingaan op de instellingen die wij hebben gedaan. In een Model View Option Combination heb je helemaal onderaan de mogelijkheid voor de ramen en deur staat. En op het moment dat deze knop is aangevinkt, dan wordt die ook gebruikt. Ja, hierin hebben we 4 tabbladen opgenomen. In het eerste tabblad kun je een aantal instellingen doen wat betreft maatvoering. Moet de maatvoering geplaatst worden? Moet de pijlmaatvoering geplaatst worden? De submaatvoering. Moeten er accessoires getoond worden, zoals een latij of een dorpel? De openingshoek in de plattegrondweergave. Moet er een pijlmaatvoering of een pijllijntje in het 2D-symbool terechtkomen? Dus dat zijn allemaal instellingen die je kunt doen in het eerste tabblad. De ramen en deur staat. Het volgende tabblad heb je nog een extra
optie voor interieur, ramen en deur staat. Op het moment dat je dus voor de binnenkozijnen, de ramen en deuren binnen, een schedule gaat maken, zorg er dan voor dat deze optie aanstaat. Wat doet die optie? Op het moment dat die uitstaat, dan kijkt hij naar de reveal site. Dus daar waar het oogje geplaatst is van een deur. Maar je kunt je voorstellen dat een binnendeur eigenlijk niet echt nauw luistert naar de reveal. Op dat moment zet je hem aan en dan wordt er dus op basis van de richting waar dat deze open gaat, een schedule gemaakt. Nou, verder heb je nog twee laatste tabbladen hierin en dat gaat meer over de opmaak van de maatvoering. En tabblad 4 over de opmaak van de pijlmaatvoering. Welk lettertype, hoe groot moet het zijn? Welke markering wordt er gebruikt? Hier nog eventjes een overzicht van het instellen van de drawing op een layout. Dan de VMSW-meetstaten. De VMSW-meetstaten worden in België heel veel gebruikt. Dat wil niet zeggen dat dat voor Nederland niet heel erg interessant kan zijn. Ik zal het toelichten. VMSW wordt meestal gebruikt in de bestekken van Vlaanderen. We hebben gekozen om hier alvast een opzet voor te doen. Heel veel informatie staat al eigenlijk in het model en dat ook gebruikt worden in de VMSW meetstaten. Wat we hebben gedaan is extra informatie toegevoegd aan de building materials. En, deze informatie dat kan gekoppeld worden richting de artikelen die gebruikt worden. Nou, een beetje een overzicht wat er in de BE template dan zoal staat. Elk building material heeft een codering gekregen en die codering komt dus overeen met de specifieke VMSW codering. Nou, verder zijn er nog een aantal interactive schedules toegevoegd, een samenvattende meetstaat. En deze schedule die laat alle building materials zien die gebruikt zijn in het model, dus alle hoofdstukken. En daarnaast hebben we nog detailmeetstaat opgenomen, totaal van hoofdstukken 10 tot met 90. Nou, verder zijn er in ja, de programmamap nog extra aanvullende onderdelen te zien, zoals de AAT-bestanden. En hierin zijn dus de building materials opgenomen van alle hoofdstukken. Ook in de XML vind je voor VMSW gedetailleerde meetstaten. En even verder bij per hoofdstuk. Dus deze zitten niet allemaal in de template, maar kunnen met behulp van importeren toegevoegd worden. Nou, verder in de template is er dus een codering toegevoegd aan de building materials. Deze codering komt dus overeen met de codering volgens de hoofdstukken van VMSW. En in zo'n building material is dat gekoppeld aan een ID. En in de beschrijving zie je ook weer de VMSW beschrijving weer terug. Nou, op het moment dat hiermee gemodelleerd is, dan kan het ook opgeroepen worden dus in de VMSW schedules. Dus hierin zie ik per artikel een aantal wanden die daarmee gemodelleerd zijn. Nou, er zijn dan wel allerlei algemene coderingen opgenomen en niet heel specifiek. En dat specificeren dat kan op verschillende manieren. Terug naar mijn presentatie. Ja, dat kan op twee manieren namelijk. Het handmatig, manueel aanpassen van het ID en de beschrijving.
Het werkt heel snel voor één artikel. Daarmee kun je dus echt specificeren naar bijvoorbeeld een codering voor een balk of voor een specifieke kolom. Maar je kunt je voorstellen dat dat wel heel erg omslachtig wordt op het moment dat er heel veel artikels toegevoegd moeten worden. Dan is het mogelijk om via de Attribute Manager de AAT-bestanden in te laden. In de Attribute Manager open je dat bestand en door het aanklikken van de specifieke coderingen en deze toe te voegen via By Index, dan worden die elementen of die building materials toegevoegd aan het bestand. Nou, de building materials moeten nog wel eventjes gekoppeld worden dan aan een dergelijke balk of kolom. De Attribute Manager vind je hier onderin. En je opent dan het AAT-bestand en via de knoppen hier in het midden kun je ze toevoegen aan het project. Het project wordt dan aan deze kant weergegeven. Nou, het resultaat wat je dan na verfijning kunt krijgen, hierin staat dan dragende binnenwanden, baksteen of geperforeerd. Het wordt dan verder uitgesplitst naar geperforeerd of isolerend met specifiek die codering die daarbij hoort. Dus op die manier wordt er een hele gedetailleerde meetstaat gemaakt of een voorbereiding op de meetstaat. En deze schedules kunnen dan geëxporteerd worden naar Excel. Nou, verder heb je nog binnen IFC nog een aantal belangrijke onderdelen. Dat zijn coderingen. Voor deze coderingen zijn er een aantal rules opgenomen. Eventjes de randen erbij. Nou, om zo'n IFC-codering toe te voegen, kun je naar de Tags en Categories. En binnen deze Tags en Categories ga je naar Manage IFC Properties, Apply Predefined Rule. En hierin kun je dan kiezen voor een EcoCustom-codering. Maar ook bijvoorbeeld NLSFP-codering, STABU of NEN2699. Nou, voor deze coderingen, dus een EcoCustom-codering toevoegen. Ik heb een fundering te pakken. Er wordt hier nu onderaan wordt deze toegevoegd. En als ik nu in de Scheme Settings de bijbehorende schedule inlaat via Import, IFC, dus de EcoCustom codering. Ik had hem net ook al een keer toegevoegd, zie ik. Staat hieronder in de lijst. En dan worden die coderingen ook hierin weergegeven. Nou, coderingen zijn heel belangrijk, betreft uitwisseling. En deze coderingen worden hiermee met zo'n schedule heel makkelijk inzichtelijk en kan goed gecontroleerd worden of de juiste codering toegevoegd is. Ik ben aan het eind gekomen van het webinar. Ik hoop dat jullie veel hebben opgestoken hiervan. Mochten er nog vragen zijn, dan laat het ons even weten. Ik kan nog eventjes wat vragen beantwoorden als er iets aan vragen is op het moment. Ik wacht heel eventjes.
Ik zie nog geen vragen tegemoetkomen. In ieder geval wordt de presentatie ook beschikbaar gesteld, dus na de hand. Hij wordt ook opgenomen, dus het is allemaal nog een keertje na te luisteren. Verder wil ik eventjes wijzen op de volgende webinars die eraan zitten te komen. Eind juni is er een webinar over het gebruiken van IFC binnen Archicad. Hoe exporteer je een model? Hoe importeer je een IFC-model? Begin juli staat er nog parametrisch modelleren met Rhino Grasshopper op het programma. Rhino Grasshopper is een apart programma, maar met veel mogelijkheden om te gebruiken richting Archicad. En zeker de moeite waard om eens te volgen. Houd de webinars in de gaten via het linkje wat hieronder staat: www.cubusinfo/activiteiten. En we zien elkaar snel weer. Bedankt voor het luisteren.